Ja, ik heb ze elke avond vroeg naar huis gebracht, vroeg ingestopt. Ze zijn allemaal vroeg gaan slapen. 'S Ochtends vroeg had ik een ontbijtje gemaakt met een eitje. Lotte, hoe vond je het om jeugdkoningin te zijn? Ik vond het heel erg leuk. Aan het begin was het heel erg wennen. Alle aandacht die je krijgt, wat eigenlijk wel heel erg leuk is, maar het is ook wel vermoeiend. De speeches die ik moest voordragen aan de grote groepen was aan het begin best wel, was ik best wel nerveus voor. Maar uiteindelijk gaat het nu heel erg makkelijk. Het is eigenlijk gewoon echt heel erg leuk. En wat vond jij het leukste aan de week? Ik vond het heel leuk om langs het ziekenhuis te gaan. Dat had ik van tevoren ook al gedacht. En ik vond de stormbaan ook erg leuk om daar overheen te mogen. Ja. Ik vond alle kinderactiviteiten het leukst. Dus gewoon, ja, het is geweldig om te zien hoe blij de kinderen waren en hoe ze ergens tegen je opkeken. Want we hadden wel verwacht dat ze een beetje tegen ons opkeken, maar ze kijken toch wel heel erg tegen je op. Sommigen durven niet eens te zwaaien naar je. Dus ja, dat was wel echt heel mooi om te zien. Waar heb je het meest om gelachen? We waren in Heerenmalenhof in Harmelen. En Manon die zei, toen gaf een fruitschaal aan de woonkamer. En die zei, ja, dit is gezond voor jullie, moeten jullie goed eten? En toen zei een dame zei daar, ja, dat weet ik wel hoor, kleuter. En dat hoorde Manon zelf niet. Dus wij hebben heel hard moeten lachen. En Manon dacht even, wat gebeurt er? Dat hebben we later even verteld aan de. Dus ja, ik ben wel aan de ene kant blij dat het alweer zaterdag is, omdat ik wel moe ben op zich, maar volgende week zou ik het zo weer kunnen doen. Nou, je hebt net natuurlijk gevraagd wat ze het allerleukste vonden van de hele week. Ja, eigenlijk hebben ze natuurlijk een beetje gejokt, want dat was ik natuurlijk. Zonder mij hadden ze het niet gered en hadden ze het niet zo leuk gehad. En ja, ik heb ze elke avond vroeg naar huis gebracht, vroeg ingestopt. Ze zijn allemaal vroeg gaan slapen. 'S Ochtends vroeg had ik een ontbijtje gemaakt met een eitje, lekker kopje thee erbij. Dus, nou, ik vond jullie erg gezellig, meiden. Ja, jullie ook. Oh, wacht even. Wij jou ook. Ja. Dat wou ik horen.